ben Smimi en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een video voor jullie die helemaal in het teken staat van wenkbrauwen. Ik ga het met jullie over wenkbrauwen hebben. Als je wil beginnen met ze te epileren of te tekenen. Ik laat jullie mijn blunders zien als het gaat om wenkbrauwen. Want niemand doet het in het begin perfect. Ik ook niet. En ja, dat is dus wat ik vandaag voor jullie ga doen. Als je totaal niet van wenkbrauwen houdt, dan klik dan deze video meteen weg. Want dit is wel hetgene waar ik het de hele video over ga hebben. Dus als jullie benieuwd zijn wat ik allemaal te vertellen heb, doe dan zeker een duimpje omhoog en laten we snel. Laten we beginnen met mijn wenkbrauwen. Hoe ik ben begonnen met epileren en tekenen en waar ik zeg maar nu ben. Ik begon ongeveer 2 jaar geleden met het epileren van mijn wenkbrauwen. Ik deed dat toen samen met mijn vrienden. Die begonnen toen ook met wenkbrauwen epileren. Dus deed ik dat ook. Het begon zeg maar dat ik mijn wenkbrauwen gewoon de wilde haartjes zeg maar ging weghalen. En ik ga even een foto zoeken van toen ik nog niet mijn wenkbrauwen epileerde. Dus hoe het er zeg maar uitzag toen ik nog niet epileerde. Ik heb hier een foto gevonden. En dit was toen ik was op mijn verjaardag toen ik 13 werd. Ik sta hier namelijk bij een taart. En als ik een beetje op de foto inzoom. En dan op mijn wenkbrauwen zie je wel dat ik zeg maar wilde haartjes heb. En voor de rest is de vorm wel normaal. Ik had niet extreem dikke wenkbrauwen en ook niet extreem dunne. En ik had ook geen unibrow, dus dat betekent dat het zeg maar doorliep. En dat is zeg maar hoe mijn wenkbrauwen eruit zagen voordat ik begon met epileren. En dan ga ik nu even een foto zoeken van toen ik net begon met het epileren van mijn wenkbrauwen. Ik heb hier een foto gevonden en dit is best wel een oude foto. Dit was volgens mij van een aantal jaar geleden toen ik naar een schoolfeest ging. En toen, als je zo ziet, mijn wenkbrauwen zagen er oké uit. Ze liepen eigenlijk meer zo echt in een boogje. En ja, voor de rest had ik dan zeg maar gewoon de haartjes die hier zaten dan gewoon weggeëpileerd. Zodat het er iets netter uitzag. Dat is zeg maar hoe ik de eerste tijd van mijn wenkbrauwen heb gedaan. En daarna ging ik iets doen waar ik nu bij mezelf mee denk. Wat dacht ik? Waar ben ik mee bezig? En waarom deed ik dit? Het was namelijk zo dat ik hier, dat heb ik hier nog steeds, dat ik hier van die wat kortere haartjes heb die zeg maar zo omhoog groeien. En ik vond het irritant. Ik zag bij andere vriendinnen van mij, die hadden dat wel. Die hadden gezegd dat die haartjes al lang genoeg waren dat ze zo helemaal in die wenkbrauw meegingen. Zodat je dit zeg maar niet had. Dus dat was ook in één keer een heel stuk dik. Dat was 2 jaar geleden. Dan dacht ik echt zo van ja, en waarom heb ik dat niet? Ik vind het niks en bla bla bla. Dus ik dacht bij mezelf, goh, ik haal het gewoon helemaal weg. Ik haalde gewoon dit voorstukje helemaal weg. En dat hield dus in dat ik echt een halve wenkbrauw had. Niet helemaal, maar wel een stukje. Ik heb hier een foto gevonden en dit is wel een hele leuke foto. Want toen stond ik, was met de carnaval, stond ik op de foto met Stefan van Stuk TV. Maar zoals je op mijn wenkbrauwen let en trouwens ook op mijn winged eyeliner skills, die waren toen ook nog niet perfect. Zie je vooral namelijk aan mijn wenkbrauwen dat ze echt een stuk missen vergeleken met mijn oog. En ja, ik weet niet wat ik dacht. En ik heb dan heel lang, een paar maanden zelfs mee rondgelopen met zo'n wenkbrauwen. En ik snap echt niet waarom ik het gedaan heb, maar ja, dat vond ik toen. Let trouwens ook even niet, mijn haar is daar echt krullend en zo. Ik denk dat bijna niemand het op YouTube nog weet, maar dit is eigenlijk... Dat is mijn echte haar. Ik heb het nu stijl, maar daarvoor heb ik een behandeling gedaan. Ik kan daar ooit wel een keer een video over maken en vertellen hoe ik dat allemaal gedaan heb. Maar dit is eigenlijk mijn echte haar. Dus dan weten jullie dat alvast. Maar weer terug naar het wenkbrauwverhaal. Ik heb daar dus een aantal maanden mee rondgelopen. Tot een maand daarna dacht ik zo bij mezelf, ik wil het weer terug. Ik wil langer en dikkere wenkbrauwen. En ik wil niet meer met die halve rondlopen. Dus dat heb ik toen gedaan. Daarna ben ik meer een vorm gaan creëren. In wat met een beetje met een hoek loopt. En dan zeg maar zo naar beneden. En dat is wat ik tot het hedendaagse nu nog steeds heb. En dit was vanaf maart. Dus zolang ik YouTube ongeveer doe, ben ik er eigenlijk mee bezig geweest. Maar dat is dus eigenlijk het verhaal van hoe ik mijn wenkbrauwen heb geëpileerd door de tijd heen. En daarom ga ik nou ook meteen door naar de tips en de producten voor het epileren. En daarna gaan we door naar het tekenen. En daarin vertel ik ook mijn evolutie van het tekenen en de producten die ik daarin gebruik. Oké, nou gaan we door met het ontharen. Want waarmee onthaar je het nou? Ik denk dat het makkelijkste is, waar begon ik ook mee, is met een pincet. Gewoon de haartjes eruit halen. Vind je het eng of durf je het bij jezelf? Laat het dan door iemand anders doen. Bijvoorbeeld een schoonheidsspecialist of je moeder of een zus, een oudere zus
die er wat meer verstand van heeft. Als je het zelf nog niet durft. Ik deed het wel in mijn eentje. Daarna heb je ook nog iets dat met een touwtje. Ik denk dat je het wel kent. Is dat threaden. Dat je het zo'n aantal keer moet dubbeldraaien. En dat je dan zo moet bewegen om zo alle haartjes eruit te trekken. Ik heb dat nooit geprobeerd. Omdat ik bang was dat als ik één misstap maak. Dat ik dan zo door mijn wenkbrauw heen zou gaan. En dat ik het dan helemaal kwijt zou zijn. Dus dat heb ik nooit gedaan. Er zijn mensen die dat soort dingen doen. Professionele mensen. Dus dat is mijn grootste tip. Als je zoiets zou willen doen, laat het dan door een professional doen. En dan het laatste. Dit is iets wat ik een tijdje geleden heb gebruikt. En wat ik eigenlijk fijn vind. Want het zorgt ervoor dat haartjes langer weg blijven. En dat zijn namelijk deze Veet Visage Gezicht Easy Strip Precision Wax Strips. Dus dit zijn eigenlijk van die wax strips. Waarmee je gezichtshaar zou kunnen integreren. Dus ook bijvoorbeeld als je een snor hebt. Of wenkbrauwhaar of hier tussen. Dan kun je dit gebruiken. Zoals je ziet zijn deze wakstrips wel echt heel groot. Dus toen ik dit met mijn wenkbrauwen ging doen. Heb ik ze eerst in hele kleine stukjes geknipt. En dan heb ik echt stukje voor stukje zo die haren weggeëpileerd. En dat is dus eigenlijk wat je dan ook zou kunnen doen. Als je dit niet bij jezelf durft, laat het dan ook bij iemand door iemand anders doen die er meer verstand van heeft of wat dan ook. Dit zijn zeg maar mijn tips op het gebied van het weghalen. Dus zoals ik zei, met een pincet, met een thread of met wakstrips. Dat zijn drie manieren hoe je je haartjes kan verwijderen. Mijn grootste tip daarin is pas op. Dus met voornamelijk met threaden of met wakstrips, dat je het wel op een goede manier doet. Niet dat je dadelijk door je wenkbrauw heen gaat of dat je dadelijk helemaal geen wenkbrauw meer over hebt. Dat zijn mijn tips op het gebied van die twee. En ik heb nog twee tips over. De ene tip is, maakt niet uit of je thread, wakst of epileert met een pincet. Teken altijd de vorm of het model dat jij wil overhouden. Dat is namelijk zo dat je met een potlood of met gel of wat dan ook, wat je wil gebruiken, dat je daarmee je vorm tekent. En dat je daar buiten omheen dan zeg maar de haartjes gaat weghalen. Want dan heb je een soort van zekerheid dat je de haart, dat je niet alles weghaalt, maar alleen de dingen die je echt weg wilt hebben. Dus dat is mijn allergrootste tip op het gebied van ontharen. En nu gaan we door naar het volgende. En dit zijn de producten als je wenkbrauwen wil gaan tekenen. Ik begon toen ik ongeveer in de derde zat met eigenlijk elke dag mijn wenkbrauwen te tekenen. En het eerste product dat ik gebruikte om mijn wenkbrauwen te tekenen was het Catrice welbekende kitje, het eyebrow set. Dit vond ik heel erg fijn. Ik begon altijd eerst met een lichte kleur en dan vulde ik alleen even een beetje de gaatjes in. Niet super strak meteen, maar dit is dus eigenlijk het eerste wat ik dan deed. En om ze dan in model te houden gebruikte ik de Essence Eyebrow Gel. En dat gebruikte ik heel erg lang. Tot ongeveer heb ik dat echt heel lang gebruikt. Volgens mij heb ik dit tot het... Ik heb dit denk ik het hele derde schooljaar heb ik eigenlijk poeder gebruikt. Tot een tijdje terug of een tijdje daarvoor ben ik eigenlijk overgestapt naar een ander product. En dat is namelijk eyebrow gel. En dan bedoel ik gekleurde eyebrow gel in een potje. En ik heb deze van Essence. Deze heb ik heel erg lang gebruikt. Ik denk een maandje of twee. En ik vind het heel erg fijn spul. Want je kan een super strak je wenkbrauw mee tekenen. En het blijft ook in model. Dus je hebt maar één product nodig. En het blijft ook lang zitten. En dat heb ik heel erg lang gebruikt. Op dit moment gebruik ik nog steeds een eyebrow gel. Alleen dan een andere. En die hebben jullie in mijn vorige video kunnen zien. En dat is namelijk de PS Brow Cream van de Primark. Deze is heel erg fijn. En ik kan hier ook super strak mijn wenkbrauwen mee tekenen. Alleen het enige nadeel dat bij deze zit is dat de kleur niet helemaal past bij mij. Maar alsnog gebruik ik hem omdat ik hem heel fijn vind. En dat zijn ook een beetje de dingetjes die je kan gebruiken als je met je wenkbrauwen wilt tekenen. Als ik heel eerlijk ben, als je net wil beginnen met je wenkbrauw te tekenen, bouw het op. Want ik heb vriendinnen en mensen op school, zie ik, die voor het eerst zijn wenkbrauwen gaan tekenen. Die tekenen ze en het zijn net plaksnorren, weet ik veel, spinnenpoten. Ik heb er zoveel woorden voor, maar het zijn af en toe echt waarvan ik denk, wat heb je gedaan? En ik snap dat mensen wenkbrauwen willen, want je hebt ook mensen die hebben echt te lichte haar. Dat je ziet dat ze gewoon geen wenkbrauwen hebben, maar ze toch willen tekenen. Omdat ze toch wenkbrauwen willen hebben, maar dan gaan ze dan meteen veel te donker. Want dat is het grootste gevaar met bijvoorbeeld poeder of dat soort dingen, dat je ze snel te donker gaat tekenen. Dus dat is ook meteen een tip. Teken ze niet te donker, hou het neutraal en hou het netjes.
zijn er nog twee andere wenkbrauwproducten die op de markt zijn die je zou kunnen gebruiken. Het eerste is natuurlijk het standaard wenkbrauwpotlood. Ik heb dat nooit echt gebruikt. Ik heb het wel eens geprobeerd. Maar eigenlijk vind ik dat niet goed voor mij werken. Ik vind dat het... ik weet niet. Ik vind het gewoon niet fijn. Ik vind het... Als je met een wenkbrauw bijvoorbeeld een stukje bij wilt tekenen, wat een beetje huid of zo, dan zie je dat er nog steeds doorheen. Dat zie ik ook bij anderen. Dus daarom gebruik ik liever een gel, want dat maakt het heel één mooi geheel. Dus dat is ook de reden waarom ik nooit een potlood heb gebruikt. En dit is een product dat ik ook heel eventjes heb gebruikt. En dit is echt als je net wil beginnen met je wenkbrauw te tekenen, maar je hebt geen tijd of wat dan ook, dan is dit een heel fijn product wat niet al te duur is. Dit is de Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. En dit is eigenlijk gewoon ja, een gekleurde wenkbrauwmascara die je zeg maar zo door je wenkbrauwen haalt. En, dat vult ze dan in. Voor als je toch gewoon wil dat ze zijn ingevuld en dat ze niet per se perfect een model moeten zijn, is dat weer een heel fijn product. En ja, nou gaan we dus door naar het gedeelte met de tips. De tips die ik geef op het gebied van tekenen. Maar maak het niet te gek. Niet te gekke vormen. Niet al te dik. Houd het ook wel gewoon natuurlijk. Ik snap dat er mensen zijn die ze heel strak willen hebben. Omdat dat mooi is. Dat zie je bijvoorbeeld bij Nick Tutorials of bij Jessie Maya. Die hebben echt hele mooie strakke wenkbrauwen. Maar hou het zo natuurlijk mogelijk. Zodat je er nog steeds wel echt uitziet. Want ik zie zoveel mensen dat sommige wenkbrauwskills denk ik echt gewoon zo van, het maakt je niet mooier, maar ik snap dat iedereen het wel wil. Dus ja, dat zijn dus wel eventjes dingen waar je op moet letten in het geval van tekenen. Volgens mij is dat ik laat zien hoe ik mijn wenkbrauwen teken, omdat ik dat in de vorige video niet had gedaan. Denk ik maak er wel een losse video over. Dus daarom gaan we nu beginnen. Kom nou eventjes een stuk dichterbij en ik ga mijn zijschermpje, eigenlijk gewoon het scherm van mijn telefoon gebruiken als spiegel. Dus als ik niet goed in de camera kijk, dan kijk ik in de spiegel. Oké, zoals je ziet zijn dit mijn wenkbrauwen. Ik heb ze gisteren nog geëpileerd voor de video. Maar dit is dus hoe ze er ongeveer uitzien. Ze zijn bij mij niet helemaal nep, maar ook niet helemaal echt. Dus ik ga nu beginnen met het tekenen. Ik gebruik de PS Brow Cream. En dan doe ik gewoon een heel klein beetje op je hand, want je hebt echt niet al te veel nodig. Om ze te tekenen. En ik gebruik daarvoor ook het kwastje wat erbij zit, omdat deze heel precies is. Dus ja, laten we beginnen. Het eerste wat ik doe is, ik kijk eerst even hoe ze zitten, zodat ik ga alleen de vorm een beetje uitlijnen en ik maak hem hier een heel klein beetje langer en voor de rest teken ik er niet echt iets bij. Dus daar gaan we. Ik heb even een spiegeltje bijgepakt, zodat ik even goed kan zien wat ik aan het doen ben. Maar het eerste wat ik dus doe is, ik zet hieronder een lijn en zo trek ik ze helemaal door. Dus ik teken eerst de onderste lijn helemaal. Ik doe dit niet al te dik. Dan ga ik de bovenkant doen en omdat ik het mooi vind als dit zeg maar vervaagd is, het voorstukje, teken ik die pas vanaf hier, trek ik een lijntje en hier het beginstuk dus niet. Dan heb ik hier een soort van bochtje en ik wil geen scherpe hoek, ik wil gewoon een bochtje en niet al te breed. En die maak ik dan zeg maar. En dan eindig ik zo een beetje in een punt. En dan pak ik weer een heel klein beetje van de gel. En dan teken ik hem ietsjes langer. En zoals je ziet is het nou heel, heel erg donker. Maar ik ga hem dadelijk zo invullen. Maar dit is zo'n beetje hoe ik het doe. En dit is dan een beetje hoe het eruit ziet. Zoals ik zei, wil ik het voorstukje, zeg maar, dat het een beetje vervaagd is. Dus dan gebruik ik een kammetje, waarmee ik ze net ook doorborstelde. En dan kam ik ze een beetje zo omhoog. En dan vervaag ik ze, zodat je dat beginstukje hebt. Dat je niet echt zo'n hele streep omhoog hebt, maar dat het gewoon netjes vervaagd is. Thank you.
En dit is dus eigenlijk hoe ik mijn wenkbrauwen teken. Ik stam eigenlijk dus mijn wenkbrauw video over hoe ik mijn wenkbrauwen dus teken. Hoe ik epileer, mijn tips en tricks erbij. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Voor mijn gevoel heb ik dit echt heel chaotisch opgenomen. Maar ik hoop dat jullie het alsnog een leuke video vonden. Dat jullie er wat aan gehad hebben. En ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vond je dit een leuke video. En ja, ik zie jullie volgende week weer. Doei!